Mijn naam is Jeroen Groenendijk en ik ben productspecialist bij Pioneer DJ. Vandaag sta ik bij Tone Control in de winkel en ik ga jullie alles vertellen over onze gloednieuwe XDA RX3 All-in-One. Hij staat hier voor me en we gaan even naar de verschillen kijken ten opzichte van de RX2 of de dingetjes die nieuw zijn. Laten we er even induiken. En zie hier de RX3 in zijn volle glorie staan. Het display is er eentje uit de nieuwe generatie. Hij is heel erg groot in vergelijking tot de RX2. De RX2 had een 7-inch display en hier zit een 10,1-inch in. En er komt heel erg veel licht vandaan. Op het moment dat je een USB-stick in het toestel stopt, moet je natuurlijk naar de USB bladeren. Dit werkt door op de source-knop te drukken. Je ziet dan alle aangesloten USB's. Je kiest je USB. En je bent nu over je USB aan het bladeren. Als je gaat bladeren, kies je de browse-knop. Op de browse-knop krijg je een menu wat je wellicht kent. Je hebt hier de categorieën waar je op bladert en dit is de content. Dus ik sta nu op artist en ik ben op artiestnaam aan het bladeren. Wil ik naar playlisten, kies ik mijn playlist en hier heb ik mijn playlisten staan. Ik zoek dan de juiste playlist op en op deze manier open je de inhoud van een playlist. Je ziet hier alle tracks die in de playlist staan. Je krijgt onscreen de knoppen om het toestel of om de track in deck 1 of deck 2 te laden. En je hebt aan de linkerkant de preview kolom staan, zodat je een mini waveform ziet die de track afbeeldt. Hier komt ook een nieuwe feature en dat is de touch preview. Je hebt daarvoor hier in de hoofdtelefoonsectie een cue-knop zitten en die is onafhankelijk van wat er op de master uitgestuurd wordt. Dus als ik bijvoorbeeld een track inlaat en ik kan hier kiezen load deck 1 of ik kan hier direct op de laadknop drukken. Dit is de allersnelste manier om hier te komen. En op het moment dat ik de track af ga spelen, is dit hetgene wat het publiek te horen krijgt. Ik zal hem ietsje zachter zetten. Op het moment dat je dus nu aan het bladeren bent, blijft het publiek nog steeds naar dat nummer luisteren. Maar je kunt op je hoofdtelefoon, als je de preview hebt en je pakt de hoofdtelefoon iets dichterbij, dan kun je het tracks beluisteren zonder ze te laden. En op zo'n manier kun je dus selecteren of de track die je wil gaan draaien of die past bij de track die op dit ogenblik loopt. Wat je hier ook ziet zijn de groene blokjes. Het deck wat in de master is geladen heeft een toonsoort en de groene markeringen zijn voor alle tracks die in toon correct zijn om af te spelen. Als je toonsoort correct draait moet je natuurlijk master tempo aanzetten, maar daar gaat de video van vandaag niet over, dus dat laten we verder eventjes voorbij lopen. Je hebt hier een toets om direct naar je playlisten te gaan. Dat is hetzelfde als in de linker kolom de playlist te kiezen en hem te activeren. Alleen dit zit gelijk in het playlistenmenu en dit is de snelste manier om hier te komen. Je hebt hier aan de linkerkant je hotbalk zitten om een aantal playlisten te bookmarken, zeg maar. Dus op het moment dat je een playlist hebt, kun je die op bank 1 zetten. Je kan een andere playlist op een andere bank zetten. En op deze manier kun je dus supersnel omschakelen tussen een aantal playlisten die je op dit ogenblik aan het gebruiken bent. Daarnaast zit de search-knop. Met het search-scherm heb je een QWERTY toetsenbord waarmee je kunt tikken. En op het moment dat je wat ingetikt hebt en de regel staat vol, kun je hier met één toets clear drukken en alles is weg. En op zo'n manier kun je dingen zoeken. Wat je hier ziet is dat er een artiestnaam is gevonden met de zoekterm die ik heb gevonden en dat er een album is gevonden. En dat is de manier hoe ik mijn tracks heb ingedeeld. Dus vandaar dat die informatie naar voren komt. Als we verder kijken hebben we hier natuurlijk de menuknop zitten. Je zag net al eventjes één keer indrukken. Geeft soms een uitgebreider menu voor de functies waar je in zit. Als je hem ingedrukt houdt ga je naar je settings menu en hier ga je al je instellingen wijzigen. Eigenlijk kom je hier niet zo heel veel, want alle instellingen die maak je natuurlijk in de recordbox, stop je op je USB en vanuit het source menu ga je hem inladen. Wat misschien minder bekend is, is dat er nu eindelijk een Jog Feeling Adjust op de RX3 zit, waarmee je dus de mechanische weerstand van het jogwiel kunt aanpassen. Als ik hem op light zet,
blijft hij een behoorlijk stuk doordraaien. En op het moment dat ik hem op heavy zet, staat hij heel erg snel weer stil. Dus je kunt hier voor je gevoel de juiste stand kiezen. Dit jogwiel laat zich eigenlijk geen eens vergelijken met de RX2. Dat is volledig opnieuw ontworpen en heeft een hele andere feel dan dat je van de RX2 zou verwachten. En het heeft natuurlijk ook een hele andere look, want er zit een LCD-display in het midden die je alle informatie geeft van het track. Die staat bij mij op album art, maar die zou je ook op trackinformatie kunnen zetten. Misschien nog even leuk om te vertellen zijn al die kleuren die je hier beneden de waveform ziet. Dat is de phase-analyse. Als je een track in Rekordbox analyseert, wordt geanalyseerd welk onderdeel van de track op dit ogenblik daar is. En die krijgen een kleurtje. Dus je kan zien wat refreins en breaks en drops en dergelijke zijn. Dit geeft je een hele snelle indicatie van de opbouw van je nummer. En zo kun je dus bepalen wanneer moet ik gaan mixen of wanneer juist niet. Onder het jogwiel zitten de pads. Het zijn 8 knoppen die een bepaalde functie hebben. En die bovenste rij toetsen geeft de functie aan waarvoor ze gelden. Je kan hem 1 keer indrukken. Dat geeft een functie aan. En op het moment dat je hem nog een keer indrukt, schakelt hij naar de tweede functie die erachter zit. Wat nieuw is, is dat het display aangeeft in welke functie de pads staan. Dus je ziet hier hot cue, ABCD, bla. Dus op het moment dat ik een hot cue maak, komt daar mijn hot cue te staan en zie je dus ook dat hij daar een hot cue heeft. Op het moment dat je hot cues wil inladen, want zoals je ziet heeft deze track al hot cues, hou je de knop ingedrukt. Nu geeft hij aan waar de mogelijke hot cues zitten en die kun je armen door de pad in te tikken. Je hoeft natuurlijk niet te wachten. Op deze manier heeft hij alles bijna direct ingeladen. De gated, het verschil tussen hot cue en de tweede functie, je ziet dat de indicator geel wordt, is gated cue. En op het moment dat je hem indrukt terwijl een track loopt, doet zowel de hot cue als de gated hot cue hetzelfde. Het verschil komt op het moment dat het deck stilstaat. Een gated hot cue speelt namelijk af zolang je de toets indrukt. En een normale hot cue speelt af en die gaat gelijk door. Het enige wat er gebeurt als je hem nog een keer indrukt, is dat hij terug naar het begin gaat. De beat loop is een automatische loop maken van een bepaalde lengte. En de 2 modus die je hier hebt, geef je de polyritmische looplengtes. Dus dat is die van 1 beat en 3 beats of de normale looplengtes. En zodra je de toets drukt, maakt hij een loop in de overeenkomstige lengte. Dus druk ik op deze pad van 2, maakt hij een 2 beat loop en daar blijft hij in hangen. En exit gaat gewoon weer door. Slip loop laat de track in de achtergrond doorlopen terwijl hij een kortstondige herhaling maakt. En je ziet hier dat de slip loop korte lengtes heeft. En daarmee kun je freakmomentjes inbouwen. En natuurlijk wil je eigenlijk het liefst dat dit allemaal op de maat gebeurt. Dus je schakelt de quantize in. En op zo'n manier zijn je slip loops eigenlijk altijd accuraat. Release FX is een nieuwe functie op de RX3. En dit geeft je eigenlijk een paar voorgeprogrammeerde effecten om een mix te beëindigen of om een overloop te beëindigen. We hebben dingen als een final break of een backspin. En zo zitten er nog 6 andere. Ga lekker naar de winkel en probeer ze allemaal even op je eigen gemak uit hoe ze bij jou in de set passen. De laatste pad mode is de beat jump. En de beat jump skipt beats achteruit of vooruit. En dit is de lengte. En de tweede stap geeft je andere maten. Mensen die al vaker met Pioneer DJ producten werken, zullen hier eigenlijk weinig verrassingen zien. Alleen de grootste verrassing is wel dat het allemaal op de RX3 zit. Je hebt 2 kanalen. Ieder kanaal kun je een draaitafel of een line of je gebruikt een van de ingebouwde decks aansluiten. Je hebt nog een auxiliary aansluiting, zodat je bijvoorbeeld de mobiele telefoon of wat
anders aan wil sluiten. Je hebt hier geen controles over de toonregeling. Het enige wat je hebt is een niveaubepaler en een indicatie of er signaal op staat. Daaronder zitten de Sound Color FX. Er zitten er 6 op. Dus dat is 2 meer als wat op de RX zit. En je hebt natuurlijk je parametercontrole. De parameter geeft eigenlijk de kleur van het effect aan. En dit is het soort van effect. Hoe werkt dit? Ik ga 1 effect laten zien en dat is eigenlijk mijn favoriet. Dat is, die zit bij de sweep. Op het moment dat er een track loopt en je gaat hier aandraaien, dan hoor je als die knippert. De sweep lopen. Als je hem naar links draait, wordt het een gate. Waarbij de parameterknop bepaalt of die van open dicht gaat of van dicht open gaat. Nou, en zo zitten hier 6 color FX in, die eigenlijk allemaal wat anders doen. En daarmee kun je lekker spelen en kun je kleur aanbrengen in je mix. Er zitten 14 bitaffix in, net zoveel als op een DM900 Nexus 2. En als je naar de namen kijkt, dan zijn het ook dezelfde als in de Nexus 2 zitten. De bitaffix heeft iets wat zelfs de andere producten nog niet hebben. Op de bitaffix heb je een voorkeuze, waardoor je een aantal effecten, inclusief de timing, kunt boekmarken, zeg maar, of ja, hoe je het ook wil noemen. Dus je gaat naar een effect toe en je kiest je timing. En daarna kies je een vrij vakje aan deze kant om het effect op te slaan. Let op, je kan maar 1 keer een pingpong effect in deze balk plaatsen. Dus je kunt niet 2 verschillende timingen gebruiken. Maar pak ik een ander effect en kies ik een andere timing, dan kan ik die op willekeurig welke van de vrije plaatsen neerzetten. Wil je je balk leegmaken, dan druk je hier op het vuilnisbakje en je kan op deze manier hem helemaal leegvegen zo. En zo heb je weer een schone bitaffix-balk daar staan. En tot zover alle nieuwe features in de XDA RX3. Ben je benieuwd wat er nog meer op zit? Ga naar Tone Control en test hem uit in de showroom. Tot de volgende keer.